als in een film beleven we het verhaal van de beeldschone Sherazade en de wrede Sultan Shahriar. De sultan heeft de gewoonte om zijn talrijke vrouwen naar de geneugtes van één nacht om het leven te brengen. Sherazade weet uit handen te blijven van deze sultan door hem 1001 nachten prachtige verhalen te vertellen. In de kleurrijke sprookjespartituur van Rimsky-Korsakov is het de solo-viool die de rol van Sherazade vertolkt. Hoe loopt dit af? Maestro Jules onthult Sherazade. Eerst uitleg met muziekfragmenten en plaatjes, daarna het hele stuk, de beelden komen terug en je beleeft muziek met andere oren. Met het Gelders Orkest en als Sherazade, concertmeester Cécile Huynen.